Shhh. Ja, wij zijn klaar. Je moet dit weekend een heel andere manier gebruiken. Ja. Go, 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 go. Het doel van deze missie was om Cerny, met een streepje door de O, van de ondergang te redden. Allereerst moesten daarvoor 3 codes worden gevonden in de vorm van kaarten. Met deze 3 codes kon de laser op de doos worden uitgeschakeld. Daarna kon uit deze doos een DVD worden gehaald, welke aan de Whitehead kon worden gegeven, welke daarmee de servers van Cerny kon rebooten. Dit proces duurde 10 minuten. Incoming high speed reload. New world record. Is dat een rooie? Dat is een rooie, hè? Nee. Hou hem bij, hou bij je houden. Op dit moment kan ik duidelijk een tegenstander raken. Echter is alleen het bovenkantje van zijn hoofd zichtbaar. En aangezien hij geen hoofddeksel draagt en Airsoft nog altijd een gentleman sport is, besluit ik niet te schieten totdat ik meer van hem kan zien. We maken even een sprong in de tijd, naar het moment dat wij alle 3 de kaarten hebben weten te bemachtigen en daarmee de lasers kunnen verwijderen. Ik ga de laser openmaken en de DVD jatten, wil ik wat koffer hebben. Jongens, ik wil cover fire hebben. Het! Weer in het midden, bij de benzinepomp. Houd je ogen erop dan. Hup! Go! Ik wil meer. Ga ervoor, ga ervoor.
kutslot erop zou doen, zeker. Fucker. De vijfde poging slaagt wel. Helaas stond mijn Hero 4 op dat moment niet aan. De DVD is nu in handen van de Whitehead. En daarmee kan hij de servers rebooten. Dit duurt 10 minuten. En in die tijd mag hij niet geraakt worden. Jongens, houd die defense op. Het is 10 minuten en dan hebben we gewonnen. Houd die defense erop. Aan het einde. Ja, ja, ja. Kom, snelheid, snelheid. Jammer joh! Nog 10 seconden until server reboot!